Vandaag weer een hele bijzondere gast in de podcast. Deze jonge dame stond in een volle ooi op het podium te rappen met Ronnie Flex en in de zaal zat koningin Maxima te genieten. Toen ze 12 was, wist ze al wat ze wou. De hele kledingindustrie veranderen, eerlijker en duurzamer. Ze is ook de dochter van een vader die jarenlang in gebruik was. Hier haar kant van het verhaal. Ik ben zo trots en blij dat ze er is. Hier is ze, mijn dochter Alia Saleh. Lieve luisteraars en kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Voor zij die kijken via YouTube of andere social media kanalen, welkom. Wij zijn blij dat jullie op ons hebben afgestemd of ons terugluisteren in de ochtend, in de nacht, in Nederland of ver daarbuiten. Want deze podcast inspireert, informeert en motiveert. Tegenover mij zit, zoals gewoonlijk, niemand minder dan en niemand meer dan de one and only Reda Saleh. En onze gast is heel speciaal vandaag, want deze jonge dame zit nog op school, maar heeft wel haar eigen kledinglijn, Diva Power. En niet zomaar een kledinglijn, het is namelijk een kledinglijn die gewoon duurzaam is gemaakt. En dus geen kleine kindjes die eraan hebben gewerkt. Het zit het helemaal. Ik heb het gezien. We gaan het er ook over hebben. Maar de jonge dame die hier zit, misschien kennen jullie haar, misschien niet. Het is Alia Saleh. En je denkt, hè, Saleh? Ja, dat klopt. Ik heb hier twee Salehs aan tafel. Hoe bijzonder is dat? Alia, welkom. Dankjewel. Is dit je allereerste podcast? Nee. Oh, je hebt er meerdere gedaan? Ja. Maar okay. Niet in deze setting. Met mijn vader. Ja, hoe is dat om bij je vader in een podcast te zitten? Ja, apart ook alweer. Want we hebben het nog nooit echt zo. We hebben het natuurlijk wel over gehad hoe alles is gegaan en zo. Ja. Maar niet echt zo. Ja, hoe we het nu gaan vertellen. Ja. Gewoon, we kunnen alles vragen, we kunnen alles bespreken. We zetten het soort alles op een rijtje. En dat hebben we nooit echt eerder gedaan. Nee, hoe mooi is dat? Ja, ik de eerste keer dat ik jou zag, dat was toen Reda zijn driejarige clean tijd haalde. Ja. En daar ontmoet ik jou. Ja. En dat was een heel mooi moment. Het was een heel emotioneel moment. Maar ook voor mij, ik kende jullie niet, maar ik zag gewoon wat daar gebeurde. Ik zag een dochter die weer met haar vader in contact was. En dat is zoiets moois. Dat is, maar goed, daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Als eerste, je zit nog op school. Je bent pas 15, hè? Ja, ik ben pas 15. Je bent nog heel jong. Ja. 15. En welke school zit je? Op het IFCO in Amsterdam. Oké. En weet je al wat je gaat doen? Ik ga waarschijnlijk geen mbo-opleiding doen. Want ik heb dus mijn eigen bedrijf. En daar ben ik 24/7 nu al sinds dat ik 12 ben mee bezig. Ja. Toen kwam ik op het idee om een duurzaam modemerk voor generatie Z op te zetten. Omdat dat er eigenlijk nog niet is. Nee. Alleen maar basic geitenwolle sokkenkleding. Ja. En van dat stereotype wil ik juist af. Ja. En daarom heb ik Diva Power opgezet. Ja. Dus ik ga waarschijnlijk een business traject doen bij een business coach. En eigenlijk alle tijd die ik heb in mijn bedrijf stoppen. En wel daarnaast natuurlijk nog gewoon de basisvakken. Dus rekenen, Nederlands en Engels ga ik dan op HAVO-niveau doen. Oké. Ja. Hey, neem ons even terug naar de tijd dat je je eerste herinneringen hebt, zeg maar, aan je vader. Hoe oud was je toen? Oh, nou, dat is altijd moeilijk, hè, om te bepalen sinds wanneer je herinneringen hebt. Ik denk dat je altijd onbewust wel dingen meemaakt. Ja. En dat dat nooit weggaat. Maar ik denk dat dat rond een leeftijd of 7, 8 is. Dat je dan echt pas herinneringen kan beseffen. En als je dan video's of foto's ziet van die tijd. Ja. Dan denk ik van, oh ja. En dan komt het naar boven. Maar je kan niet als je 3 bent opeens even een herinnering opnoemen. Nee. Natuurlijk. Dus 7. En wat voor herinneringen waren dat? Weet je dat nog? Het waren vaak ook wel positieve herinneringen. Ja. Ik heb heel veel lijpe shit met papa uitgehaald, hoe wij dat altijd noemen. Lijpe shit, ja. Ja, altijd helemaal gek doen met elkaar en allemaal. Gewoon lijpe shit. Ja. Maar ik heb denk ik sinds een leeftijd of 19, daar kwamen denk ik de herinneringen dat ik het iets bewuster kan meemaken wat er eigenlijk met papa aan de hand was. Ja. Ja, en ik denk dat die tijd dat ik er toen echt bewust van was. En ik ben juist heel erg blij dat ik
eigenlijk heel erg ben meegenomen in het proces. Ja. Van wat er aan de hand was, van verslaving. Want nu, hoe nu mijn leven was, daar heb ik nu heel veel van geleerd. Ja. En heb ik heel veel geleerd van papa en zijn doorzettingsvermogen. Want het is niet zomaar iets. Nee. Dus ja, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik altijd er met papa over kon praten. Met mama over kon praten. En dat er maar dingen verteld werden. En niet juist werden achtergehouden. Ja, maar wist je op die leeftijd... Wist je op die leeftijd dat er iets was, dat een verslaving speelde of dat je drugs kende op die leeftijd, je eerste herinneringen eraan zijn? Nou, ik wist wel jong al wat drugs was, jonger dan de meeste kinderen van mijn leeftijd, denk ik. Maar ja, ik kan me dat niet herinneren dat ik, ja, toen wist ik wat drugs was. Nou, ik weet nog wel dat wij een keer een gesprek hadden in Solutions, toen je daar zat. En dat jij mij toen ook echt ging uitleggen, nou, wat er dan precies aan de hand was. En dat je toen ook met me ging praten. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Weet jij dat moment nog, Reda, dat je met haar ging praten daarover? Nee, ik heb wel vaak geprobeerd om met Alia te praten. Ja. En ik denk dat, dat ik bepaalde dingen ook verdrongen heb. Want... ja, ik ben in zoveel klinieken geweest. En zij kwam als kind, klein kindje, al bij mij in klinieken. Dus ik heb echt wel geprobeerd af en toe haar kenbaar te maken. Omdat ik het verdriet bij haar zag. Ja. En dat ik gewoon wist dat ze weer naar huis zou gaan. Kijk, ja. Deze. Ja, weet je, heb ik wel geprobeerd haar te vertellen, voorzichtig, wat er mis was met mij. Maar ze was toen gewoon nog heel erg jong. Hoe jong was ze? Ja, ik denk, toen ze, weet je, de eerste kliniek waar ze kwam, dat was, weet je, daar ben ik haar moeder nog heel erg dankbaar voor. Toen zat ik 12 jaar geleden, zat ik in Zuid-Afrika. Oh, ja. Toen was zij 3 jaar. Zo. Ja, toen ben ik langsgekomen. Ja, toen zijn ze hebben ze de vliegtuig gepakt en toen zijn ze naar Zuid-Afrika gekomen. En toen ben ik, weet je, het was gewoon echt een twijfel of wij nog door zouden gaan met de relatie. Omdat ik gewoon mijn gezin heel vaak heb laten zitten. Dus ze kwamen daar naartoe om mij te bezoeken. We hebben daar ook best wel een heel heftig gesprek gehad. Want als ik het over haar moeder had, dan had ik het over de moeder van mijn kind, mijn vriendin, mijn vrouw. Dus dat was voor de therapeuten was dat heel erg verwarrend. En toen zijn we een conjoint, noemen ze dat. Dat is met therapeuten erbij. Toen wouden ze verheldering. We hadden een fantastische weekend gehad. Ze hadden een huisje gehuurd, of een mooi appartement bij het strand. En ik mocht een weekendje weg. En ik mocht tijd doorbrengen met Alia. En Alia was toen nog 3 jaar. Ja. En dat was heel erg bijzonder. Maar toen heeft haar moeder toen wel besloten dat, dat ik eerst 1 jaar clean moest zijn. Voordat ze misschien überhaupt er nog over na zou gaan denken. Om met mij weer een relatie te beginnen. En dat was voor mij heel erg pijnlijk. Gewoon omdat ik gewoon, ik had altijd hele grote verwachtingen. Hè? Niet alleen van mezelf, maar ook van andere mensen. En toen heeft ze wel besloten dat die relatie gewoon over was. Maar ik weet nog... Dat moment dat ze weggingen, dat ik met de pijn bleef zitten. En ik wist gewoon niet hoe ik op een gezonde manier met mijn gevoelens moest omgaan. Dus het eerste wat er gebeurde is dat ik heel erg boos werd op haar. Ja. En aan de andere kant heel erg verdrietig, omdat ik mijn kindje weer zag gaan. Dus Alia was gewoon heel erg jong toen ze in het leventje kwam dat ze de vader gewoon heel vaak heeft moeten bezoeken in klinieken. Ja. En ik denk dat ik heel vaak ook uit schuldgevoelens heb geprobeerd om met haar daarover te praten. Maar ze was gewoon heel erg jong. Ja. Ik denk dat dat ook goed is hoor. Dat je altijd het gesprek met me wilde. Ik wist het trouwens niet zo gedetailleerd natuurlijk. Want ik was natuurlijk nog heel erg jong. Ja. Ik weet nog bijvoorbeeld wel dat wij met Maaike, jouw ex-vrouw, dat we... Wij naar Solutions gingen samen. En dat we altijd gingen shoelen. En dat was altijd ook best wel gezellig. En ik dacht ook, denk ik ook dat je altijd wel nog kracht gaf. Natuurlijk om nog verder te gaan. En dat is wat ik me er bewust van kan herinneren. Ja. Ik heb ook nog wel een paar andere herinneringen natuurlijk.
Ja. En begreep je ook als je vader, toen je iets ouder was en 9 bij Solutions, begreep je ook wat verslaving was, hoe dat werkte? Of had je zoiets van, mijn vader heeft dit en ja. Je zit natuurlijk in de kliniek met ook andere verslaafden. Ja. Je zit er niet, omdat je dat natuurlijk niet hebt. Ja. Dus je zit met medeverslaafden. Ja. Dus ik denk dat ik dat wel begreep. Ja. Enerzijds. En ik denk ook, ja, hoe moet je dat een kind uitleggen? Ja. Als ik zelf ouder was, weet ik ook niet echt hoe ik dat verwoord zou hebben. Want het is ook een moeilijk onderwerp om uit te leggen. En vooral aan een kind van, ja, wat zal het zijn? 6-7 jaar. Ja. Dus ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Nee. Reden, weet jij hoe je dat uit wilde leggen? Ja, ik wou dat uitleggen, maar ik wou haar ook niet angstig maken. Nee. Ja, weet je, ik weet dat nu gewoon tegenwoordig dat verslaving een ziekte is. Ja. En dat leer je ook in klinieken, dat verslaving een mentale ziekte is. Een spirituele ziekte noemen ze het ook. Een ziekte van leegte. En dat is heel complex, is dat. Ja, ja. Ook gewoon dat ik gewoon weet dat er niet alleen maar geest abnormaal is als het over drugs en drank gaat, maar ook mijn lichaam. Hè? Dat ik gewoon een allergische reactie optreed. Als ik die eerste neem, kan ik gewoon niet meer stoppen. Nee. En dat is gewoon heel moeilijk uit te leggen aan een kind. Ja. Ja. Maar als je zeg maar, je bent ook counselor al een paar jaar nu. Uh-huh. En dan zitten natuurlijk mensen nu mee te luisteren, ouders en die jonge kinderen hebben. Wat zou je ze adviseren om begin te maken? Weet je, ik heb het nu ook over mezelf. Want ja, mijn zoon wordt nu bijna 10. Weet je, ik moet het hem toch een keer vertellen. Hij leest er natuurlijk over. Het blijft hangen op het internet. Maar ik zou het heel graag op een manier willen uitleggen dat hij het ook in zijn taal begrijpt. Weet je wel? En hoe zou je dat nu doen? Met de kennis van nu. Wat ik heb gedaan is uiteindelijk wel echt vertellen dat het een ziekte is. Ja. En dat ik bepaalde dingen moet gaan doen voor mijn herstel om clean te blijven. Ja. En dat ik niet verantwoordelijk ben voor die ziekte. Dat was heel erg belangrijk om dat mijn kind had uit te leggen. Ja. Maar dat ik wel verantwoordelijk ben voor mijn herstel. Ja. En weet je, mondjesmaat begon ik steeds meer te vertellen van hoe dat het te maken had met gevoelens. Dat ik gewoon altijd mijn gevoelens heb onderdrukt. En ja, dat kwam later altijd. Ja. Weet je, dat kwam later. En dat verslaving gewoon een ziekte is zoals elke andere ziekte. En dat je bijvoorbeeld als je diabetes hebt, dat je dan insuline moet nemen. Ja. Weet je? En als je dat niet doet, dan word je ziek. Dus op die manier, op Jip en Janneke taal, begon ik het al hier uit te leggen. Dat verslaving is een deelziekte. Ja. Als ik dingen voor mezelf hou of ik ga niet over mijn gevoelens praten, dan word ik gewoon ziek. Dat is gewoon zo. Dan ga ik in mijn hoofd zitten. En mijn hoofd is net een slechte achterbuurt waar ik niet alleen moet komen. Ja. Dus ik heb ook geleerd in klinieken dat verslaving een deelziekte is. En als ik wil gaan herstellen, moet ik dingen gaan delen. Ja. En vandaar dat ook de zelfhulpgroepen, de meetings, een heel belangrijk aspect is in ons herstel. Ja. Want daar gaan we onze ervaring, kracht en hoop met elkaar delen. En we horen daar dingen, hoe mensen met bepaalde gevoelens omgaan, met situaties omgaan, met hun kinderen omgaan. En dat heb ik allemaal geleerd, ook om een goede vader te worden. Ja. Weet je, uiteindelijk ook in die zelfhulpgroepen. Ja. Dus weet je, dat begon ik mijn kind uit te leggen. En daarom wisten we waarom papa elke keer naar een meeting moest. En ik weet dat Alia gewoon... op een gegeven moment snap ik dat ook. Ja, dan nam ik er gewoon mee naar een meeting. Ja, en dat vind ik ook juist heel erg goed. Ja. Ja, sommige mensen kunnen het raar vinden, maar voor mij, ik vind het juist heel fijn dat ik juist bij alles dus betrokken ben. Ja. En dat ik voor mij zelfs is een meeting af en toe helemaal geen probleem. Het is juist alleen maar goed om een keer bij een meeting te zijn, ook al ben ik niet verslaafd. Want het is natuurlijk altijd een reminder van niet slim plan om dit te gaan doen. Nee. En ja, je leert er ook veel van. Ja. Ook als je in zo'n omgeving bent. Dus sowieso een meeting op z'n tijd, voor mij in ieder geval, dat is juist goed, denk ik. Ja. En ik vond het ook, daar kan ik me nog wel dingen van herinneren. Dat ik altijd meeging naar de meeting. Ja. En hoe ik het trouwens als kind tegen een kind zou vertellen. Ja. Is papa is verslaafd. En dat betekent dat ik bepaalde dingen niet kan nemen. Dat ik dan ziek word. Of jij ook wel in die ziektes voor me een beetje uitleggen. En maar dat je kind niet bang wordt natuurlijk. Nee. Want als ik aan een ziekte denk, dan denk ik gelijk het ergste. En dan gaat dood en dit en dat en dat. Dus
Dat, ja. Ja, dat vond ik dus daar moeilijk om dat gewoon aan een kind uit te leggen. Ja, dat is ook super moeilijk. Het is een hele complexe ziekte. Ja. Maar toch, kinderen merken er wat van. Kinderen merken natuurlijk wat van de situatie. Het anders was. Had je ook gemerkt als je vader zeg maar onder invloed was dat je dat verschil merkte? Nee, want dat is nooit het geval geweest. Oké, je hebt hem nooit onder ogen gezien? Nee, ik heb hem nooit in gebruik gezien. Nee. Durfde je dat niet om haar onder ogen te zien? Of? Nee, ik heb er echt voor gekozen. Om niet mijn kind in die energie te laten. En ik ben echt heel erg ver heen geweest. Maar ik had altijd wel iets van, ik ga mijn kind dit niet aandoen. Nee. Ik was net met Alia in de auto. Ja. En er was één moment dat ik met haar deelde wat ze nog niet wist. En ik denk dat ze daar gewoon veel te jong voor was. Dus dat ik een hele nacht was doorgegaan. Ik had de hele dag lopen bezen met een vriend van me. En hoe heet de ziekte van oma ook alweer? Wat ALS. Ja, ALS. Ja, ik dacht eerst MS, maar het is ALS. En haar oma die was echt aan het achteruit gaan. En haar oma die woonde bij mij om de hoek. En Alia sliep daar totdat het nog kon. En normaal bracht ze Alia dan naar school 's ochtends, maar ze kon niet meer. Al haar lichaamsfuncties waren aan het uitvallen. Ja. En ik wist gewoon dat ik wou haar moeder niet teleurstellen, want die stelde ik zo vaak teleur. Die heb ik echt heel vaak teleurgesteld. Door af te bellen. En zodat zij moest zij weer al haar afspraken omgooien. En Alia weer van school halen en dat soort dingen. Dus weet jij, dat ging bij mij niet. Die vliegen ging niet op om af te bellen. Dus ik weet nog dat ik ook GHB had genomen om rustig te worden. En toen heb ik er wel op gehaald. En ik vergeet nooit meer. Ik vind het gewoon heel erg voor Alia ook om dit te horen. Maar gelukkig heb ik het er ook al verteld. Maar ik vind wel dat ik dit moet gaan vertellen. Want dat is wel wat. Wat die gewetenloosheid met mij heeft gedaan door te gaan gebruiken. Hè? Weet je? Totaal niet meer denken aan de gevolgen wat had kunnen gebeuren. Weet je? Ik had iemand dood kunnen rijden. Ik had mijn eigen kind de dood in kunnen jagen. Ja. En ik ben gewoon in een auto gestapt. En ik ben daar naartoe gegaan. En ik heb Alia opgehaald. En ik vergeet nooit meer dat ik in de auto zat. En ik keek in de achteruitkijkspiegel. En toen zag ik haar gezichtje. Weet je? Blij naar me kijken. Ja. Ik herken dat wel. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dan niet op het moment, maar dan was ik gewoon de volgende dag. Weet je wel, dan ging ik mijn kinderen naar school brengen. Maar dan had ik nog zoveel alcohol, drugs in mijn bloed. Dat je een soort van paranoia bent in die auto. Dat je denkt, als er nu wat gebeurt en ze komen erachter dat ik heb gebruikt. Ja, dan... Was je wel eens bang? Ja, nou, ik weet nog op een gegeven moment. Ik weet niet of je toen. Toen was je al weer een tijdje nuchter. Was ook het moment dat ik weer net een tijdje met jou contact had. En toen liep ik met mijn moeder over straat. En toen hadden we het. Of nee, ik weet het al. Ik weet het alweer. En toen liepen we over straat. En toen zei mijn moeder dat ze altijd. Ja, dat ze bang was. Dat er altijd iets met papa. Dat je niet zou overleven uiteindelijk. Ja. En dat was echt het moment van mij dat ik echt. Want ik echt dacht van, zo heb ik er eigenlijk nog nooit aan gedacht. Nee. Ik heb er altijd aan gedacht van, ja, moet ik weer het contact gaan verbreken. En dan word ik weer teleurgesteld. En dan krijgen we weer het hele riedeltje. Maar ik was nooit... misschien was het een blokkade van mij dat ik dacht van, oké, dat gaan we niet toelaten. Dat hij dood zou kunnen gaan. Dus dat is ook nooit in mijn hoofd opgekomen op een of andere manier. Want als ik nu aan een verslaving denk, daar denk ik daar wel aan. Ja. Maar toen dacht ik wel van, oh... Maar toen was je ook alweer een tijdje clean, tot nu nog steeds. Dus dat was juist in de beste periode ooit. Dat ik daar... Ja, ik voelde niet echt een angstgevoel. Nee. Juist wel een geruststelling. Maar toen is het eigenlijk pas bij me opgekomen van... Dat had toen ook kunnen gebeuren. En mijn moeder was altijd bang dat zij op een gegeven moment aan mij moest vertellen... Ja, papa is er niet meer. Ja. En dat was wel echt het moment waarvan ik dacht van... Poef. Ja. Dat is wel... Dat is wel wat. Ja. Ja. Hey, en je zei al dat je af en toe verbrak je het contact. Ja. En is dat omdat hij je teleurstelde of om jezelf te beschermen? Ik denk allebei. Ja. Ja, ik heb daar ook nog een goede herinnering aan. Dat was de meest recente keer. Toen ik echt uit mezelf ook de herinnering die ik het meest heb. En echt het recentst. Dat ik echt het contact wilde verbreken voor 2 jaar. En dat was... nadat ik had opgetreden op het Kerstmuziekgala. Ja. En ongeveer 2 weken daarna, dat was ook een maand voordat ik naar de middelbare school ging, denk ik. En toen
kwam ik terug van een open dag. En toen zat ik met mijn moeder in de auto. En toen hoorden wij dat het niet goed met je ging. En toen wisten we hoe laat het was. Ja. En dat was echt het... Ik was zo boos toen en verdrietig. Dat ik echt... Ja, en toen, ik weet nog, die hele autorit. Ik was zo boos en teleurgesteld. En ik dacht echt van... Kan het nou weer gebeuren? En vooral net nadat het weer zo goed was. Na het kerstmuziekgala, na alles. Dat het allemaal weer gewoon op rolletjes liep. En ik had echt geen idee. Dus dat was echt het moment dat echt als een klap binnenkwam van... Wow, wat is hier gebeurd? En ook denk ik de leeftijd wanneer je dat pas echt goed kan beseffen. En toen was ik echt heel erg boos. En ik heb nooit echt die boosheid gevoeld. Omdat ik altijd best wel jong was. Maar toen had ik besloten... om echt het contact te verbreken. Ik zei eerst 2 jaar clean en verder ga ik geen 1 keer meer er naartoe. En nou, ik kreeg een soort van error in mijn hoofd. Ik was er echt klaar mee. En toen heb ik dat ook volgehouden tot 1 jaar. En toen was er een moment dat mijn moeder tegen me zei, en daar ben ik er nog steeds heel erg dankbaar voor. Zei ze, is het niet weer eens tijd om contact op te zoeken met papa? En als zij dat niet had gezegd, had ik het niet gedaan. Had ik echt nog 1 jaar gewacht. En dan had ik nu pas weer, denk ik, 2 jaar pas weer contact met je gehad. In plaats van 3 jaar. En toen hadden we een afspraak gemaakt. Dus het is echt wel een heel bijzonder moment hoe dit is gegaan. Toen hadden we een afspraak gemaakt dat je op mijn verjaardag zou komen. Niet in groepsverband natuurlijk, maar 1-op-1 eerst. En toen kwamen we een dag voordat mijn verjaardag was, kwamen we hem tegen in de pijp op de scooter. En toen zag ik mijn vader weer naar, wat zal het zijn? Ja, denk ongeveer dan 1,5 jaar. Ja. En toen dachten we, allebei toeval bestaat niet. Het is echt, echt bizar. Een dag voordat ik weer met hem weer hem zou ontmoeten. Ja. En dat het dan gelijk weer misschien een iets rustigere vibe zou geven, dat ik hem weer had gezien en dan zo opeens. Het was echt... Ja, het was heel erg moeilijk voor je. Ja, dat was wel heel bizar. Maar uiteindelijk... Ik me begon je toen wel te huilen. Ja, zeker. Ja, maar daarna viel er ook wel echt een last van mijn schouders af. Ja. Daarna. Want als je zo lang niet heb gezien en daarna weer zie je er super goed uit. Weer helemaal gezond. En dat is ook de langste periode, denk ik, dat ik je niet heb gezien en dat bewust heb herinnerd. En toen zijn we het langzaam weer gaan opbouwen. Toen kwam ik weer soms een nachtje bij hem slapen of gingen we wat leuks doen. En zo is dat eigenlijk steeds gegroeid en ben ik uiteindelijk bij ze 2 jaar geweest. En sindsdien is eigenlijk... Het is echt nog nooit zo goed geweest. En ik merk ook echt dat er echt wel echt een verandering is geweest. Ja. Nu ook met de kliniek en hoe jij zo gepassioneerd praat over anderen helpen. En dat je dat ook bij zoveel mensen doet. Ja, dat maakt me gewoon heel trots. Ja. Oké. Ja. Wat mooi zeg. Ja, ik ben echt heel trots op je. Ah! Oké. Mag ik? Ja, zeker. Sorry. Oké, wat wilde ik vragen? Oké, ik wilde wel wat vragen. Kijk, even terug naar het moment dat je... Ik heb het een paar keer gezien. Voor de mensen die dat niet weten. Zij heeft in een vol Ahoy opgetreden... met Ronnie Flex. En het was ook nog eens fucking goed. Want toen dacht ik... En voor de koningin. De koningin was daar. Ja. En toen zag ik jou... Ja, laat het mij natuurlijk zien. Toen zag ik jou daar zitten. Ja. Naast haar moeder. Ja. Weet je? En je vertelde hoe trots je daar was... dat je je dochter daar zag. Ja. Want toen was je nog blij. Ja, toch? Toen kwam ik net de detox weer toen uit. Kwam je net voor de zoveelste keer. Ja. Ja. En toen 2 weken daarna... Want toen gebeurde het. Toen ging het weer fout, ja. En toen besloot je van, ik wil hem niet meer zien. En hoe is dat bij jou? Ja, dat was gewoon heel erg pijnlijk. Hè? Ja. Want weet je, je zit... het is eindelijk weer goed. Je kind die nodigt je uit op de 10e.
Ja. Die staat in een vol Ahoy. Ja. Een duet doen met Ronnie Flex op het podium voor Koningin Maxima. Ja. Met allemaal dansers en een heel orkest erachter. Ja. Weet je, primetime op kerst om 8:30. En ik sta in de voorste rij en rechts van me zit Koningin Maxima. En, ja. Weet je, en je zit daar en je bent zo trots op je kind. Ja. En het is heel onwerkelijk om je kind te zien op de 10e daar staan. Weet je, zo trots. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, ja, toch dat diepe gevoel van ik ben geen goede vader. Weet je? Ja. En dat is een heel groot contrast, weet je, om te zien van dat je dochter gewoon haar best doet. En dat ik op het punt sta gewoon, of twijfel, of als ik zo doorga, weet je, of ik het nog ga redden. Ja. En dat ik gewoon weet van, ik ben ook bezig om haar carrière straks kapot te maken. En dat heeft me heel erg geraakt. En daar was je ook bewust mee bezig in je hoofd? Ik was bewust van hoe sterk die ziekte in mij was. Ja. En dat ik al zoveel klinieken had gehad. En dat ik al 20 jaar kliniek in, kliniek uit, gevangenis in, gevangenis uit. Weet je, en ondertussen gewoon eigenlijk het beste voor mijn dochter. Maar niet weet hoe ik eruit wil komen. Of het nog niet klaar was. Weet je, heel erg verwarrend. Ja. En dat ik dat zie en dat ze ziet dat ik trots op haar ben. En dat het 2 weken later gewoon weer fout gaat. Ja. Weet je, dat, ik weet, godzijdank ben ik heel erg blij dat ik ook weet dat ze heel veel met haar mama heeft gesproken over gevoelens. En dat ze weet dat het een ziekte is. Ja. Ja. Maar ze had ook kunnen denken van, ik ben niet goed genoeg. Kijk wat ik aan het doen ben. Weet je, zelfs dit is niet goed genoeg. Ja. En ja, dat sloeg in als een bom. En, ja. En daarna heeft ze ook echt afstand genomen. Ja, en ik weet nog dat er een jongen bij me thuis was. En zij was toen op televisie. En dat was 2 weken later. En er was een herhaling op televisie. En ze kwam langs op televisie. En ze staat daar op stage. En ik lig op de grond. En ze zegt en hij zegt tegen me, doe het alsjeblieft voor haar. Weet je, en ik kon alleen maar huilen. En ik kon alleen maar zeggen van, ik kan niet meer. Ik heb het geprobeerd. Ja, dat is... Weet je, dat is... Dat is dus hoe sterk die verslaving is. Ja. Weet je? Dat zeg ik gewoon. De liefde voor mijn dochter is groot genoeg om te willen stoppen, maar niet sterk genoeg. Weet je? En dat heb ik gewoon aan de leden heb ik dat ondervonden. En, en ik was gewoon alleen maar bang dat ik door die terugval, dat ik dacht van, nu ben ik ook... Kijk, dat ik voor mezelf alles kapot heb gemaakt, weet je, dat is één ding. Maar voor de mensen om me heen, weet je, en nu mijn eigen dochter... Ja, weet je, dat kon ik echt niet aan mezelf verkopen. Dus de angsten die waren zo reëel. En zo diep en zo duister hoe ik me voelde op dat moment. En ik kon alleen maar bidden, echt bidden. En dat is ook wat ik gedaan heb. Om alsjeblieft nog 1 kans om eruit te komen. Ja. Was dat misschien ook goed van haar dat ze zegt, hey, luister, ik wil nu niks met je te maken hebben. Ik denk dat dat de druppel was. Ja. Ja. Dat ik dacht van, nu is het genoeg. Ja. Weet je, want ik, ten eerste ben ik heel erg blij dat ze die grens heeft aangegeven. Ja. Ik weet nog als de dag van gisteren hoe ze dat zei. Ik weet ook nog, sorry, volgens mij had ik je toen opgebeld. Volgens mij. Dat weet ik niet meer zeker, maar volgens mij was dat echt een soort van oergevoel. Dat ik dacht van uit boosheid. Ja. Dat ik dacht van, klaar. Ja. Ja. En wat jij net zei over dat... Ik ben niet goed genoeg. Ik heb dat nooit zo ervaren. Ja. Misschien op dat moment onderbewust. Dat ik toen weer te horen kreeg. Onderbewust, maar dat heb ik nooit bewust meegemaakt. Ja, maar ik zei ook van, ik ben blij juist dat je dat... Ja, dat had je ook kunnen denken. Ja, dat had ik kunnen denken, maar dat is niet gekomen. Ja. Doordat ik overal zo bij betrokken was. En doordat ik er met jou soms over had gepraat. En nu al helemaal. Want nu kunnen we heel goed met elkaar praten over gevoelens. En ben jij... Juist een hele goede ook leraar daarin om juist over je gevoelens te praten samen met mama. Dus daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dat ik wel dus bij dat proces ben betrokken. Ook al is het soms pijnlijk geweest. Mm-hmm. Maar daar heb ik nu wel ook echt heel veel lessen uitgehaald. En dat ik weet van, dit is al zeker geen goed idee voor mij. Nee. Om iets met drugs of alcohol te gaan doen. Omdat ik weet wat voor impact het kan hebben. En dat ik ook weet dat het ook erfelijk... Noemen we dat erfelijk? Ja, dus het een genetisch... Of je dat, ja, ja, dat genetisch... Genetische component. Ja, dat ik, dat ik ook iets van dat gen in mij heb. Ja. En dat ik... ik heb het van zo dichtbij meegemaakt. Dus dan weet... Dan,
leerde ik er ook heel veel van. Ja. Ik zeg niet dat het heel goed is geweest natuurlijk allemaal. Maar daar heb ik nu heel veel uit gehaald. En ik denk dat dat mij ook daarin beschermt. En Bill was daar bang voor? Want ik had dat ook toen ik mijn vader dronk ook. En ik was heel bang. Nee, ik zei altijd, dit nooit. Wat hij doet, ga ik nooit in toneel meer doen. Ja. En uiteindelijk doe ik meer. Ja. Eigenlijk denk ik, hoe kan dit? Terwijl datgene wat ik hem zag doen. Hè, en mijn vader had gelukkig een goede dronk, zoals ze dat zeggen. Dus hij was niet agressief of zo. Maar ja, hij maakte wel al het geld op voor mijn moeder, weet je wel. Dat was geen boodschap. Ze moest geld lenen. Dat soort dingen, weet je wel. Er was geen geld om op vakantie te gaan. En dat nam ik hem heel erg kwalijk. En ik dacht altijd, dit ga ik nooit doen. Zoals hij dat doet, ja. Nooit. En uiteindelijk ben ik gaan roken, ben ik gaan drinken. En heb jij wel eens die angst gehad dat je denkt van, oh nee. Dat... Nou, eigenlijk niet. Nee. Omdat ik juist, ja... weet dat het gewoon een grote kans is dat dat kan gebeuren. En dat ik het in sommige dingen misschien met het dagelijks leven ook al merk. Bijvoorbeeld met suiker. Dat ik ook al misschien iets van dat verslavende, niet één koekje, maar het hele pak. Weet je wel? Dat zoiets al in mij ontstaat. En ik kan erover praten als ik ergens nieuwsgierig naar ben. Ja. Dan vertel ik dat eerlijk. En... ik zou dat niet stiekem gaan doen en ik heb best wel veel angsten. Dus ik denk zeker dat het geen goed idee is als ik ga blowen of zo. Of harddrugs ga doen. Ik denk dat ik dan helemaal doorsla. Ja. Dat dan mijn angsten juist nog uitvergroter zijn. En ik denk dat dat niet zo'n leuke ervaring zal zijn. Nee. En ik wil niet dat het voor mij gaat gebeuren dat ik bijvoorbeeld niet meer nuchter op een feestje kan staan. En dat ik alleen maar alcohol of drugs nodig heb om het leuk te hebben. Ja. Want... daar ben ik ook misschien nog wel het meest bang voor dat ik dat ook ga verpesten. Ja. Dat ik dat leuke, plezierige gevoel door alcohol en drugs veel te nemen, dat weggaat. Ja, want je gaat nu wel eens naar een feestje, maar dan ben je gewoon nuchter en dan ben je ook vrolijk en ook blij. Ja, precies. Toch? En ik kan er ook heel goed mee omgaan als anderen dat doen. Ja. Ik ga gewoon altijd op de flow mee. Ja. Als mensen uitbundig zijn, dan ben ik ook. Ja, ja. Dat gebeurt gewoon, weet je wel. En dat dan... nuchter, dat is heel erg fijn om... Ja. Wat je niet kent, mis je niet. Nee, precies. Maar ook heel fijn wat ik hier hoor. En natuurlijk jullie in iets later en vooral nu de laatste 4 jaar. Maar over je moeder, daar kan je gewoon heel goed mee praten. En jij praat daar ook mee, weet je. Hoe belangrijk is dat? Dat is gewoon... Weet je, ik kon er niet met mijn ouders over praten, weet je wel. Dat, en helemaal geen vragen stellen. Ja. En volgens mij, voor de nieuwe generatie... jongeren, kinderen wilde ik zeggen, maar 15-jarigen. Is dat gewoon belangrijk, toch? Ja, zeker. En ik denk ook als ik mijn moeder niet had, dat ik dan echt wel een psycholoog had gehad. Ja. Maar mijn moeder was eigenlijk altijd mijn psycholoog. En ik ben altijd, zij is counselor ook. Ja. Ook tijd in de verslavingszorg gewerkt. Maar zij helpt ook mensen met trauma's. En om trauma's te helen en andere nare dingen die gebeurd zijn in het leven. Door middel van ademsessies en EMDR-therapie. En ik heb ook een keer een EMDR-sessie bij haar gedaan. Ja. En dat heeft mij heel erg geholpen. Kun je misschien een heel klein beetje uitleggen voor de kijkers en luisteraars van MDR? EMDR-therapie. EMDR. Ja, dat is, als ik het ook goed uitleg hoor. Dat is traumatherapie. Ja. En ik heb een tijdje een dwangstoornis gehad. En bij elke nare gedachte, ik heb altijd heel veel angst gehad over mijn moeder. Dat er iets ergens met mijn moeder zou gebeuren. Ja. Ik denk dat dat eruit voort is gekomen dat jij vroeger wegviel. Dat ik dan ook bang was dat mijn moeder wegviel. Ja. En uiteindelijk is papa daar ook bij gekomen. Ja. Dat ik ook bang was dat er wat met papa gebeurde. Ja. Dus zat ik de hele dag zo te kloppen. En op een gegeven moment ging mijn voeten er ook bij. Dus zat ik gewoon de hele dag zo. Ja. Alle nare gedachten van me af te kloppen. En toen ben ik een EMDR-sessie gaan doen met mijn moeder. En er gebeurt iets in het brein wat die angsten minder maakt. Of zelfs helemaal weghaalt. Okay. Dus dan krijg je tikjes in je oor. Tikjes bij je been. Tikjes, bewegingen voor je gezicht. Ja. Zo. En nog een paar andere dingen. En dat maakt iets los in het brein. Even, je hebt een Janneke-taal uitgelegd. Ja, waardoor die angsten weggaan. En na 1 sessie, bij mij was mijn dwangstoornis weg. En dat is bizar. Ja? Ja, Reda. Je bent moeilijk, hè? Ja, gewoon, weet je. Ja. Ik vind het gewoon moeilijk dat ik... Ik vind het erg voor haar... dat ze dit heeft moeten meemaken. Kijk, zelf weet je, neem ik daar de volle verantwoordelijkheid in. Ik ga niet... ik vind het echt...
Ja, sorry. Ja, nee, het is goed. Het is helemaal oké. En ik neem je daar ook nooit... Ik heb nooit wrok daarnaar. Dat je dat ook weet. Dat is, maar dat is gewoon heel erg... ja, ik vind het gewoon heel erg voor haar. Weet je, en daarom ben ik emotioneel. Ja. Maar gek is dat, hè? Dit heeft ze natuurlijk... Misschien niet zo uitgesproken, maar je wist dat je haar... Ja, maar dit wist ik pas achteraf, heeft ze me dit verteld. En toch als je dat hoort, hè, want ik had mezelf ook wijsgemaakt dat ik haar geen schade heb aangedaan. Omdat ik heel bewust haar niet... onder ogen mij, zag. Ik wou haar niet onder ogen zien na die ene keer dat ik haar naar school had gebracht. Dat was volgens mij één... Ik kan me geen andere keer... herinneren dat ik onder invloed was bij haar in haar welzijn. Bij haar bijzijn. Daar heb ik echt voor gekozen. Om dan mezelf wijs te maken dat ik haar geen schade heb aangedaan. Nee. Weet je, het kwam bij mij... ik weet nog dat ik in een kliniek zat, ergens in het buitenland. Volgens mij was het in Schotland of Engeland. Dus, en toen zei ik gewoon van, ja, maar mijn dochter is nog jong. Ja. Weet je, zij krijgt daar helemaal niks aan mee. En toen ging die counselor voor me zitten. Uh-huh. En hij zegt, ja, dat denk jij dat zij niks meekrijgt. Ja. Hij zegt, ik zal je even wat vertellen. Als zij straks 18 is, kan zij tegen jou zeggen, die eerste jaren, waar was jij dan? Ja. Waar was jij? Ja. En het enige wat jij kan doen, is je hoofd naar beneden doen. Zeggen, ja schat, toen was ik er niet voor je. Ja. Weet je, en dat is me echt bijgebleven. Hij zei tegen me, ik zal je nog beter vertellen. Hij zei, als jij niet retensnel emotioneel beschikbaar gaat zijn, gaat zij later een man kiezen die op jou lijkt. Een man die emotioneel onbeschikbaar is. Ja. Die niet om haar gevoelens geeft. Die haar als een stuk stront behandelt. Is dat wat je wilt? En dat heeft mij echt geraakt. Weet je, toen, als je de waarheid hoort, herken je hem. Want ik weet hoe het is om emotioneel onbeschikbaar te zijn. Ik weet hoe ik... mensen behandelen omdat ik gewoon niet in contact was met mezelf. Gewetenloos. En ik kan me niet voorstellen dat later Alia iemand kiest die op mij lijkt. Ja. Dus toen begon het bij mij wel wat te verschuiven. Dus heb ik haar schade aangedaan. Jazeker. Ja. Moet ik daarmee leren leven? Jazeker. Maar ik vind het gewoon heel heftig dat zij daar niet om heeft gevraagd. Ja. En vandaar dat ik ook heel belangrijk... Dat ik het heel belangrijk vind, is dat ik mezelf ook vergeef voor die dingen. Want ik kan daarop gebruiken. Ik kan mezelf zo een kutgevoel aanpraten. Ja. En dat ik op een gegeven moment zo in de zelfmedelijden... Dat zeggen ze ook, hè, pour me a drink. Oh ja? Ja, dat is een van de... weet je, en ik kan mezelf zo die zelfmedelijden aanpraten... en in slachtofferrol gaan zitten... Ja. Terwijl ik haar iets heb aan en mensen om mij iets heb aangedaan. Dat ik daarop ga gebruiken. Dat is gewoon zelfsabotage. Dat hoort gewoon ook bij verslaving. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment zeggen. Oké, het doet pijn. Ja. Ik accepteer het. Dit is wat er gebeurd is. Ja. En nu moet ik mijn verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Maar ik moest mezelf daarvoor vergeven. En ik denk dat vergeving. Dat is iets. Wat ik van Alia heb geleerd. Ja. Ja, ik zit steeds te schudden en te knikken. En niet van dat ik naar jou... dat ik denk van, oh, heb jij dat? Ik herken alles wat jij zegt. Want ik dacht ook precies hetzelfde. Ik denk, mijn kinderen waren nog jong. Wat weten ze er nou van? Maar die onbewust krijgen ze dingen mee. En waarschijnlijk als die 12, 13 is, dan komt er iets. En dit wat jij zegt, dit van schuld. Ja, ik dacht ook altijd dat ik gewoon... Ik denk, waarom kan ik dit niet? Weet je, zo'n minderwaardigheidscomplex. Ja, dat je... Dit is niet wat je wil. Als je vader wordt... Ik dacht, weet je... Want ik gebruikte toen... voor ik vader werd. Ik denk, nee, maar als ik vader word... Dan is het klaar. Dit is een punt, weet je wel... Dat het klaar is. Dan moet je ervoor zijn. Maar die drugs is zo sterk... Dat zelfs toen dat kind was geboren... Ik daar nog steeds in doorgaan. Stiekem, weet je wel. Oké, niemand hoeft het te weten. Dan doe ik het stiekem. En dan... Ja, dat is zo'n... Dat is zo heftig. Dat is heftig. Mensen hebben soms niet eens door hoe heftig een hoe het kan zijn. En niet alleen voor de verslaafden, hè, want we hebben het hier over al de mensen eromheen. De dochter, de moeder, de buren, de opa, de oma. Die er allemaal, zoals je altijd zegt, je gijzelt ze allemaal. Ja, dat is wat verslaafd doet. Ja. En het enige waar jij mij nu juist heel blij mee maakt, natuurlijk dan niet... jezelf die verslaving aan te praten, maar het juist verwerken en erover met mij te praten of met anderen. Ja. En dat is het mooiste cadeau wat ik dan nu heb.
dat je daarvoor hebt gekozen. En niet om weer te gaan gebruiken en jezelf als slachtoffer te zien, maar het juist te erkennen van ja, het is stom geweest en ik ben misschien een klootzak geweest, om het zo te zeggen. Maar nu heb ik een prachtige band met mijn dochter en nu kan je erover praten. En met je gevoelens, ja, over je gevoelens praten en het verwerken. En dan kan je weer door. Ja. En dat heb je volgens mij nog in één keer daarvoor gedaan. En ik denk ook dat dat het verschil is van hoe het nu gaat en hoe het is gegaan. En hoe het was, bedoel ik, hoe het was. Ja. Dat ook die switch is geweest, waardoor ik zelf ook merk van, het is nu, het gaat zo goed. Ik ben zo trots op je. En ik helemaal op jou. Kijk, en weet je, ik wil toch nog wat zeggen over. Sorry. Neem je tijd, hè? Ja, ja. Nou, ik knip dit er maar straks uit. Ik moet even naar mijn neus snijden. Oké. Dit blijft er gewoon in, mensen. Hartstikke leuk dan. De reden dat je neus snijdt. Ja, nee. Tijd geleden, jongen. Ja. Oud gedrag. Oud gedrag. Oh, mijn god. Oh. Gaat hij goed, jongens? Ja. Is mijn neus vies? Nee. Huh? Oké, dan. Oké, ja. Ja, schat. Ik word gewoon enorm geraakt door je prachtige woorden. Je krachtige woorden. Af en toe moet ik echt naar woorden zoeken, merk ik. En dat mag er allemaal zijn. Hè. Ik wil altijd dingetjes op een rijtje hebben, maar dat hoeft niet altijd. Weet je, dit is heel erg mooi wat voor vrouw jij bent geworden, ondanks je die dingen met mij hebt meegemaakt, ondanks je angsten. De liefde die jij mij hebt laten zien. In die onvoorwaardelijke liefde, ook al heb je je grenzen aangegeven op een hele duidelijke manier. Weet je, daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Juist heb je me toen laten zien van dat je een volwassen vrouw aan het worden bent, terwijl je eigenlijk nog heel erg jong was. Ik ben zonder vader opgegroeid. En mijn vader, die heeft er niet voor gekozen om te sterven. Het was gewoon zijn tijd. Weet je? En ik was 2 jaar toen mijn vader overleed. En de schepper, ja, die heeft hem naar een betere plek gebracht. Dus ik had er niet voor gekozen. Dus wat mij het meest pijn deed, is dat ik altijd tegen mezelf heb gezegd, als ik een kind krijg, gaat mijn kind met een vader opgroeien. En uiteindelijk word ik iemand die die verantwoordelijkheid ontweek. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik voor mezelf moest zorgen. En dat ik het mezelf heel erg kwalijk heb genomen dat ik in die eerste jaren er weinig voor je was. Maar het is me altijd bijgebleven van echt verdomme, weet je, dit gaat mij gewoon niet gebeuren. En door de liefde die je me hebt gegeven en toch elke keer jezelf bereidwillig open te stellen voor mij om mij weer een kans te geven. Dat heeft mij echt heel veel kracht gegeven. Ik ben ook heel erg blij dat je ook op een dag tegen me zei van, ik weet nog dat ik tegen je zei van, dit is echt de laatste keer. En toen werd je bijna hysterisch. En toen schreeuwde je tegen me. En toen zei je tegen me van, papa, dat mag jij niet beloven. Jij bent verslaafd. Weet je. Dat soort dingen hebben mij echt gered. Weet je waarom? Ik zag gewoon van, dat ik mezelf in de maling aan het nemen was. Want ik was me iets aan het beloven. En ik was het voor iemand anders aan het doen. Ik was het voor jou aan het doen. Weet je, ik was het voor je moeder aan het doen. Ik was het voor mijn eigen moeder aan het doen. Ik was het voor iedereen om me heen aan het doen. En daarom ging het ook elke keer fout. En door jou heb ik geleerd dat jij tegen me zei, ik wil niet dat je het voor mij doet. Ik wil dat je het voor jezelf doet. Weet je, en dat is voor mij toch het mooiste cadeau wat je mij gegeven hebt. Want ik heb 20 jaar lang heb ik het voor iedereen gedaan.
En deze keer is degene die waar ik het meeste van hield, weet je, die heeft een streep getrokken en die heeft mij wel de grootste les erbij gegeven. Weet je, en dat is heel dubbel. Om tegen me te zeggen van doe het alsjeblieft nou voor jezelf. En ik ben zo dankbaar dat ik daarna geluisterd heb. Ik weet nog dat ik in die tijd dat ik je niet zag, dat ik je ontzettend gemist heb. Ik heb je echt gemist. Ik heb elke dag aan je gedacht. Soms de hele dag. Ik wist ook dat ik heel egoïstisch kon zijn door meteen weer contact op me met je te nemen toen ik de kliniek uitkwam. En ik weet nog dat ik gelukkig een sponsor om me heen had. En die zei tegen me van, ik mis mijn dochter. Ik wil mijn dochter bellen. Ik wil laten weten dat ik van haar hou. En toen zei die tegen me, dat gaan we niet doen. Hij zegt, ja, laat voorlopig iedereen lekker met rust. En jij gaat nu alleen maar met Reda bezig zijn. En dat ben ik gaan doen. Want anders deed ik dat gewoon weer puur uit egoïsme. Om maar dat schuldgevoel te dempen. Ja. Dus ik heb iedereen met rust gelaten. En toen ben ik met mezelf aan de slag gegaan. En anderen geholpen. En uiteindelijk andere mensen ben ik gaan helpen. Even hoor. Ik weet, je bent gewoon heel wijs voor je leeftijd. Snap je? Maar hoe kom je erop om tegen je vader te zeggen, doe het voor jezelf? Ik bedoel, je was ook nog een kind, hè? Ja, dat is met beide handen toch ergens goed voor geweest. Ja, nee, maar serieus. Dat is niet gebruikelijk dat kinderen op deze manier kunnen praten. En zeggen van, pa, je moet het niet voor mij doen, maar je moet het voor jezelf doen. Want dat, weet je, als ik net zo wijs was als jou en ook dat tegen mijn vader kon zeggen. Maar mijn vader zei, ik stop nu, weet je, ik doe het nu niet meer, weet je wel. Wij dachten, gelukkig, hij doet het niet meer, weet je wel. Want wij leiden eronder, terwijl hij degene was die het meeste leidde, weet je wel. Hij was verslaafd, het was een ziekte, maar dat wist ik in die tijd niet. Maar jij was toch al best wel wijs. Maar ik denk dat ze, weet je, alle credits ook naar Claudia, zo heet haar moeder. Weet ja, je? Maar dat zeg ik. Oh, dat vind ik echt heel lief. Ja, ja, maar dat je met je moeder zo goed kunt praten, dat is ook iets moois. Ja. Die heb ik echt tot wanhoop gedreven. Ja. Die heb ik heel veel pijn gedaan. Ja. Ik heb heel veel dromen van haar kapot gemaakt. En ze is in die pijn die ze had, heeft ze mijn dochter op een hele mooie manier grootgebracht. En daar ook nog met over gevoelens over gesproken. Ja. Ze had het ook op een andere manier kunnen doen. Ja. Ze had mijn dochter bij me weg kunnen houden. Ze had me in een kwaad daglicht kunnen neerzetten. Maar daar heeft ze niet voor gekozen. Nee. Ze heeft ervoor gekozen om haar kenbaar te maken wat er werkelijk mis is met mij. Ja. En alle credits voor haar. Dat ze dat gedaan heeft. En dat ze ervoor heeft gezorgd dat ze over gevoelens is gaan praten. Op een jonge leeftijd. Ik denk dat het ook daardoor komt. Ja, onder zeker andere. En doordat ik altijd, er werd altijd, ja, veel natuurlijk veel beloftes gemaakt. En des te, misschien feller ik was toen jij, hoe oud was ik toen? Welke tijd was het in deze tijd van de late terugval tot nu? Weet je dat nog? Want dat wij elkaar, dat is van denk ik 5 jaar geleden, dat jij echt tegen mij zei van papa. Ja, misschien kwam dat denk ik door ook. Ja, natuurlijk doordat ik over gevoelens heb gepraat en in die tijd ook best wel daar veel over heb geleerd. En doordat ik zo fel tegenover beloftes was. Eerst beloven, eerst laten zien en dan geloof ik je pas. En dat was denk ik misschien de zoveelste keer dat ik voor mijn gevoel dacht van nou, dan ga ik weer teleurgesteld worden. Ja. Want het gaat misschien helemaal niet gebeuren. En dat ik daardoor dat zei, denk ik. Ja. Want had je ook bijvoorbeeld naar klasgenoten of naar vriendinnen dat je schaamde voor je vader? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Want mijn vader, die was, als hij er was, dan was hij de leukste vader van de hele klas. Okay. Ja, ging dan snoep voor iedereen halen, ging hij weer op schoolreisjes. En hij was altijd de leuke vader. Ja, okay, dat heb ik nooit meegemaakt. En ik vind het ook best wel moeilijk om daar aan terug te denken. Want ik kan me daar namelijk niet meer zo heel veel van herinneren hoe ik me op dat moment voelde. Ik weet nog wel een niet hele leuke herinnering. Toen ik denk ik een jaartje of 9 was. Toen, ik weet niet of ik me toen echt schaamde, maar toen was ik vooral ook teleurgesteld. Ja. Het was toen, toen stond ik met mijn moeder in de supermarkt en toen hoorde zij, ik was jij
Ja, we zouden afspreken, dus wij gingen even wat boodschappen halen. En we stonden in de supermarkt. En toen belde papa van, ja, het kan niet doorgaan. Oh, ja. Want ik ben buiten de stad. Dat was altijd, altijd de line. Ik ben buiten de stad. Ja. Dus als je dat dan nu soms denkt, denk ik van, oh, oké. Maar dan weet ik dat het oké is. Buiten de stad is voor jou, ik ben Ja, dat is heel debiel eigenlijk. Ja. Weet je? Ik dacht van, ja, dan ben ik heel erg ver, dus ik kan niet komen. Ja. Weet je? Dan ging ik vanuit dat hun dat begrepen. Ja. Zo van, ja, en dan dus, je bent buiten de stad dus. Ja, en nu is het juist, ik ben aan het spreken bijvoorbeeld. En dat, buiten is, dan buiten, en dat is dan buiten de stad. Ja. Maar dat was toen en toen belde die. En toen, ik voelde, dat was denk ik ook het eerste moment dat ik echt voelde dat er iets niet klopte. Ja. En toen voelde ik dat en zei ik dat tegen mijn moeder, want die stond naast me en die hoorde het gesprek een beetje. En die zei toen, nee, ik heb er ook niet zo'n heel fijn gevoel bij, want die heeft het al vaker bewuster meegemaakt. Dus die wist een beetje hoe dat ging. En toen kregen we bevestigd dat het niet goed ging. En toen, dat was ook wel het moment dat ik echt brak. Ja. Ja. Toen was je echt teleurgesteld, je denkt, niet weer. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja, dat is de teleurstelling. Ik zeg dit omdat, kijk, je hebt hem gelukkig in die tijd niet vaak meegemaakt. Of één keer dat hij ophaalde, dat hij onder invloed was. Maar het is een heel ander geval als dat je vader meemaakt die onder invloed is, weet je wel. Die onder invloed praat, die onder invloed handelt. Nou, misschien was het aan de telefoon wel zo. Ja, maar dat, nooit dat kon ik niet uit mijn waarde. Was ik echt aan het stotteren aan het ademhappen. Ja. Dat weet ik nog wel, want ik moest natuurlijk afbellen. Hè. Ik kon niet alleen met als ik mijn telefoon uitgooi of ik neem helemaal niet meer op. Ja, dan denk ik dat er dus iets erg aan de hand is. Helemaal strak. Dan moest ik dan, weet je, zat ik echt te haperen. En dat hoorde haar moeder altijd meteen. Ja. Haar moeder die wist meteen, die zei meteen, je hebt geruikt. Ja. Weet je, en dan was het dagrijden. En die teleurstelling, dat was gewoon heel erg heftig voor hun. Elke keer maar weer denken van. En je moet je voorstellen, kijk. Ik kon heel erg boos zijn, ook op haar. Maar toen ik helemaal clean werd en op een gegeven moment aan mezelf ging werken en dingen op papier ging zetten. Ja. Toen dacht ik bij mezelf dat iemand zo lang bij mij blijft en me zoveel kansen geeft. Ja. Ik weet niet of ik dat bij iemand anders had gedaan. Nee. En dat was pas, weet je, echt de donderslag bij heldere hemel. Hè? Ja. In één keer werd het heel erg duidelijk dat ik dacht, wow man, wat heb ik gedaan? Maar dat is het juiste. Als je stopt met gebruiken, komen je gevoelens terug en komt je geweten terug. Ja. Ja. En zolang dat er nog niet is, dan is het net alsof je ergens in de mist loopt en je bent aan het zoeken. Ja. Maar mijn geweten die was gewoon heel erg sterk. Ja. Ook op een gegeven moment kwam mijn geweten dwars door mijn gebruik. Ik denk dat dat een cadeau is van de schepper. Ja. Weet je, want ik was zo verdoofd, maar ik begon zelfs te voelen. De drugs deden niet meer voor me wat ze in het begin deden. Nee. Al die gevoelens die ik had, die ik wou wegstoppen, die kwamen. Het was net een soort van strandbal die ik onder water probeerde te houden. Die probeerde ik te houden, dat gaat even. En op een gegeven moment kwam je steeds terug in mijn gezicht. Dat is wel heftig hoe je het zo, zo verwoord. Ja, en dat. Ja, dat is het punt wat heel veel verslaafden meemaken. Je kan niet meer met en je kan ook niet meer zonder. Nee. Het deed niet meer voor mij wat het in het begin deed. Ja. Dus dat kan ik zeggen. Voor Alia. Ja. Om te weten dat haar vader hiermee rondloopt. En steeds meer kennis krijgt van wat verslaving eigenlijk betekent. Ja. Werd voor haar veel verhelderender. Maar aan de andere kant ook veel angstiger. Want ze zag elke keer die teleurstelling. Ja. En die teleurstelling, die kwam ook met een soort van progressiviteit. Hè? Dus elke keer als ik terugviel, werd het nog erger. Ja. En ja. Ik vind het echt heel bijzonder hoe Alia daarmee om is gegaan. Ja, want op een gegeven moment zei je van, oké, ik wil je 2 jaar niet zien. En na een jaar zag je hem weer. Ja. Toen was je een jaar clean. Ja. En zag je gelijk het verschil? Sowieso wel qua looks. Qua uiterlijk, ja. Ja, dat heeft ook iedereen die jou nu ziet. Die denkt, wow, wat zie je er goed uit. Want die kennen je soms alleen nog maar van de tijd
van de stad en van het uitgaan. Ja. En zo zag ik dat ook uiteindelijk wel bij hem. Ja. En nu al helemaal. Ja. Ja. Maar had je nog wel twijfels? Dat hij zegt van ik ben clean en ik ben al een jaar bezig. Denk je dan nog, ja, ik weet het niet, pa. Weet je, omdat je niet... Misschien... Nee, niet zo inhoudelijk. Als hij zo bij me langskomt, dan weet ik van... Dat zit wel goed. Ja. Aan het begin had ik dat misschien wel een beetje. Maar nu... Ja, hij zou, als papa in gebruik zou zijn... Dan zou hij nooit dit kunnen doen. Of een bedrijf runnen. Of met mij afspreken. Of een appje met me appen of bellen. Ik heb soms wel... want die angst blijft er natuurlijk altijd nog wel in zitten. Ja. En dat is gewoon zo. Dat hebben we allebei wel geaccepteerd. En dat is ook niet erg. Want we hebben het er ook gewoon over. Dat soms droom ik er. Heb ik erover gedroomd dat er een terugval was. Ja. Of dan hoor ik papa aan de telefoon. En dan... natuurlijk niet iedereen is altijd blij. Terwijl papa echt wel heel vaak blij is. En ook, ja. Maar soms hoor je aan de telefoon gewoon een iets andere stem. Iets bezorgder of maakt zich druk om iets. Of iets lager. Of, ja. En ik heb dan nog vaak door dat er iets aan de hand is. Dus maar je geïrriteerd. Ja, maar dat heeft dan niet met verslaving te maken. Nee. Het is gewoon mens. Dan heb ik gewoon een kutdag. Ja, precies. Maar ik denk dan. Ik ga dan weer gelijk bij mezelf. Dit kan er gebeurd zijn. Dat kan er gebeurd zijn. Ja. Oh, misschien heb ik dit gedaan. Of misschien is dat er gebeurd. Ja. Of misschien is die wel teruggevallen. Ja. Ja. Maar dan denk ik anderzijds ook wel weer van... Je kan dan niet op dit niveau met mij aan de telefoon zitten. Nee. Maar toch is er dan iets in mij wat dan denkt van... Zal het? Ja. Maar dat neemt met de maanden wel weg. Ja. Want hoe is dat blijft... met jouw kinderen? Hebben die jou bijvoorbeeld in gebruik? Dat ze echt aan je zagen van er is wat aan de hand. Want we hebben het er vaker over gehad. Ja, één keer was ik heel boos op de moeder. Omdat ik gewoon in bed, weet je, ik was gewoon de volgende dag was gewoon kapot. Ja. Vooral als ik 3-4 dagen bezig was geweest, weet je wel. En had ik zondag geen shows, niks. Uh-huh. Ja, dan wilde ik gewoon in bed blijven. Maar zij wilde wat leuks gaan doen. Uh-huh. En toen was mijn vrouw ook helemaal zat. Ze zei, dan ga ik je moeder bellen. Ze zei, hou mijn moeder erbuiten. En had je toen gebruikt? Maar ik had niet geslapen, dus ik had gebruikt. Ja, je was echt doorgegaan. Lag ik in slaap in bed, in het logeerbed. En toen zei ze, dan ga ik je moeder bellen. Want mijn moeder, voor mijn moeder verschuilde ik het, weet je wel. Niet tegen mijn moeder zeggen het. Straf ze mijn telefoon en toen heb ik voor het eerst in mijn leven... niet naar haar, maar wel die telefoon zo gegooid... waar de kinderen bij waren en geschreeuwd. Ja, dat is, weet je... zie je die kinderen gewoon helemaal verstijven, zo. Ja, dat is... maar gewoon er niet zijn. Dat vond ik het allerergste. Weet je, maar ik ging in het schuldgevoel... kijk eens hoe zielig ik ben. Weet je wel, en dan gingen zij weg. En dan bleef ik achter. En dan vond ik mezelf, weet je wel, zielig. Ja. Terwijl... Ja, weet je, nu ik erover nadenk, denk weet je, ik heb ze zo vaak in de steek gelaten. Ik heb ze zo vaak teleurgesteld. Alleen ze waren nog jong om het erover te hebben dat het een ziekte is, dat het drugs is. En als je zegt, vroeger deed Noah altijd wat. Hoe doet papa? Deed hij, ik snurkte altijd. Ja, weet je, ik sliep altijd. Ja. Weet je, we hadden het geluk, of ook weer niet, want daar twijfel ik over. We hadden een nanny in huis wonen. Dus die ging met hem naar buiten, die haalde hem op. Ja, en als ik daar aan terugdenk, dan voel ik me daar zo schuldig over, weet je wel. Maar aan de ene kant denk ik van, ik ben blij dat er iemand was... dat mijn vrouw haar heeft geïnstrueerd, weet je. Ga met die kinderen naar de speeltuin. De hele simpelste dingen deed ik al niet met mijn kinderen. Zet die papa fietsen? Straks. Maar dan was ik onder invloed. Ik denk, ik wil niet zo naar buiten toe. Ja, dus dat is dan het voordeel geweest dat er een nanny in huis was. Dat je dat dan niet zou gaan doen en wie weet wat er dan had kunnen gebeuren. Ja, absoluut. Ja, zij nam ze toch mee en mijn vrouw, weet je wel. Ik kan wel hoog en laag springen. Maar ik denk dat Nia maar ook mijn reddende engel is geweest. En ook, als ik zie wat ik precies zelf wat jij zegt. Lekker als zij doors. Dat bij mij zou doen. Ik weet niet of ik bij haar zou blijven. Ja. Dat? Ja, dat is echt raar, hè? Heel erg raar hoe dat werkt dan in je hoofd. Dat je dan nog boos wordt op de mensen. Die je gijzelt. Ja, die het beste met je voor hebben. Ja, leven zuur maakt. En het tot wanhoop drijft. Ja. En als die mensen op een gegeven moment maar iets zeggen van... ik vind het niet leuk of zo... Ja. dan gewoon echt uit je slof slaan. Uit je slof schiet, In ieder geval, ik weet die boosheid, die had ik gewoon heel erg. Ook echt naar vooral voor de mensen om me heen. Ja. Omdat het toch iets... toch dan is dat toch wel die zelfmedelijden van... Ja. Jij moest eens weten hoe ik me voel. Ja,
Ja. Weet je, en dat dan zo dat egoïstisch, soort, ja, het, ja, ziek, en dan, het is zo fucking egoïstisch. Weet je, mezelf dan wijs maken, ja. Dat ja, ik had het heel zwaar. Ja, ik had het zwaar. Ja. Dat had ik ook altijd als er iemand overleed. En dacht ik van, waarom moet dit mij gebeuren? Ah, ja. Weet je, geen seconde die je denkt van... Nee, hij is dood. Maar... hij is dood, zijn familie, zijn kinderen. Nee, waarom moet dit mij... Weet je, maar dat is die verwrongen beeld van de realiteit. Hè? Drugs heeft echt mijn denken verminkt. Oh. Weet je, ik heb echt... weet je, als ik van Aliyah hoor en daarom... hebben we ook echt gekozen om dit te doen. Om andere mensen hierbij te helpen. Ja. Ja. We zijn er ook echt blanco in gegaan. We hebben niks voor besproken. Niet heel veel voorbesproken. Alleen misschien wat jij zei. In de auto. Van wat misschien fijn is om heel even voor te bespreken. Voordat we dat gelijk hier zo gaan vertellen. Want dat ging over machteloosheid. Ja. Je, dat is iets wat ik haar vertelde. Ja, dat wou ik haar altijd. Ja, dat is niet dat ik het haar wou vertellen, maar ik was gewoon bang dat ik dat eruit ga gooien. Ja, en het is alleen maar goed juist. Ja. Want ik denk ook dat het belangrijk is voor de kijker. Ja. Daarom doen wij dit ook. Ja. Dat de kijker zich kan identificeren, of meiden of jongens of kinderen in het algemeen. Dat die zich kunnen identificeren en kunnen denken van... Nou, ik ben niet de enige die dat heeft gevoeld. Of juist ouders die het juist luisteren naar ons verhaal. En denken van, ik snap precies wat je bedoelt. En dat ze een stap gaan zetten om het anders te gaan doen. Mm. En dat vooral jongeren het weten dat het gewoon... Dat het niet is om je over te schamen. Nee. Maar dat het zoveel mensen overkomt. Want we hadden het over machteloosheid. Hè? Want dat is gewoon een heel groot ding bij verslaving. Mensen die denken gewoon van dat je ervoor kiest. Je kiest voor als ik eenmaal aan het gebruiken ben. En ik gaf haar een voorbeeld. Over wat machteloosheid. Hoe heftig dat was. En dat had ik nooit met haar gedeeld. Ik denk dat toch mijn grootste pijnpunt is geweest. En ik deel dit ook zodat andere mensen ook gewoon kunnen horen. En kunnen zien. Dat ze niet de enigste zijn met dit soort dingen. Ja. Ik weet gewoon gelukkig dat het een ziekte is. En ik vertelde dat ik zo graag wou stoppen. En ik wist gewoon van als ik haar foto in mijn hand heb, dan ga ik niet gebruiken. En ik had haar foto in mijn hand aan de ene kant. En een beestpijp aan de andere kant. En ik zie haar schattige gezichtje. En dat was gewoon niet genoeg om het niet te doen. Weet je, huilend, weet je, deed dat ding in mijn mond. En dat is voor mij machteloosheid. Ja. En dat heb ik met haar gedeeld. Want ik vind gewoon, weet je, ik vind gewoon dat ik een punt heb bereikt met mijn dochter. Dat alles bespreekbaar is. Maar dat ze ook ziet dat dit helemaal niet te maken heeft met dat ik iets niet wil. Ja. Weet je, ik ben gewoon ziek. En ik moet verantwoordelijkheid nemen voor mijn keuzes die ik heb gemaakt. Ja. En dit is dus wat machteloosheid is. Dat zelfs ook al denk je, weet je, voor de luisteraars en voor de kijkers. Van wacht maar totdat ik een kind heb, dan ga ik stoppen. Ja. Dat is gewoon niet zo. Ja. Weet je, dat heb ik mezelf ook wijsgemaakt. Als ik een kind krijg, dan ga ik echt stoppen. En toen had ik eindelijk iets puurs, iets liefs op de wereld gezet. En ik kon gewoon niet stoppen. Ja. En dat deelde ik net met haar. Dat is eigenlijk het enige wat we voorbesproken hadden. Want ik vond het wel een heel krachtig voorbeeld. Ook voor mezelf om dat naar buiten te brengen. Ja. Want ik vond dat wel een risico als ik zoiets zeg. Hè. Het is niet niks. Nee. Weet je? Maar godzijdank heb ik een hele slimme, lieve dochter die me begrijpt. En die ook ziet dat het niks te maken heeft met dat ik iets niet wil. Nee. Weet je? Ik ben machteloos. En het gaat er niet om dat ik machteloos ben als ik begin. Het gaat erom dat ik machteloos ben als ik stop met gebruiken. Ja. En als ik maar blijf bouwen op mijn ego. Dat ik denk dat ik dingen alleen kan terwijl ik ziek ben. Terwijl ik eigenlijk andere mensen nodig heb om mij daarbij te helpen. Zolang ik dat blijf doen, ben ik een hond die achter zijn eigen staart aanrent. En dat betekent dat ik gewoon elke keer hetzelfde rondje loop. En ondertussen daar allemaal mensen in mee pijn doe. Ja, en voor jou is het, je noemde het voorbeeld al, als ik een kind krijg. Voor sommige mensen die zeggen, als ik ga verhuizen, stop ik. Ja. Als ik die baan nou maar krijg, dan ga ik stoppen. Als ik andere vrienden heb, dan ga ik echt stoppen. Ja. Weet je? En dan ga ik me gelukkig voelen en dan is het over. Maar dat is die machteloosheid. Dat is alleen maar een excuus. Ja. Hoe zou jij tegen andere kinderen die meekijken, die ook in dezelfde situatie zitten met een verslaafde moeder of een verslaafde vader, om een gesprek
te beginnen? Hoe zou je dat hun vertellen? Wat voor tips kun je hun geven? Nou, sowieso dat... het is sowieso moeilijk om met iemand, met een ouder die in gebruik is of die niet, nog niet emotioneel beschikbaar is, een gesprek te voeren. Ja. Als ze je toch niet echt kunnen begrijpen en nog niet in herstel zitten. Ja. Want de gesprekken die ik dan had gevoerd waren dat hij in herstel was, dus of in de klinieken of nu natuurlijk. Ja. Maar dat het ook heel fijn is om er met iemand over te praten. Of het is een vriendin of een van je ouders. Ik heb nu ook een goede vriendin. Waarmee ik ook goed erover kan praten. Omdat we elkaar begrijpen en een beetje hetzelfde hebben. Ja. Dus je mee kunt identificeren. En ja, dat is heel erg fijn. Als je iemand hebt die je begrijpt. Want ik heb er bijvoorbeeld ook wel met andere vriendinnen over gepraat. Die totaal niks hiervan hebben meegemaakt ooit in hun leven. Nee. En daar kan je dan wel tegen praten. Maar daar ontvang je niet echt hetgene van terug wat je eigenlijk zou willen. En ja, eigenlijk dat begrip van ja, ik begrijp het. Ja. Dus om dat dan bijvoorbeeld met je moeder of met je vader te doen. Of met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Om daarmee te praten. En vooral niet dingen te onderdrukken. En te voorkomen dat jij hetzelfde gaat doen. Ja. En gevoelens gaat onderdrukken. En dan gaat gebruiken en dan eigenlijk hetzelfde gaat doen. Als wat diegene die verslaafd is gaat doen. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is praten. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En vertellen over je gevoel. Ja, zeker. En, daar een, en dat een plek proberen te geven. Ja. Ja. Hey, en meer dan 4 jaar is hij nu in herstel. Ja. Clean en in herstel. Nogmaals, ik zei al in het begin, daar was ik bij de derde jaar. Dat leerde ik eigenlijk ook een beetje kennen. Uh-huh. Toen zag ik jou daar en met je moeder kwamen jullie daar binnen. Ja, dat was zo'n mooi moment. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik, ja man, ik ga dat ook doen. Ik ga, als ik ook straks 4 jaar ben, ga ik ook mijn kind uitnodigen. Maar ik vind het wel belangrijk om er even iets over te vertellen. Daarom, ja, mensen weten het, Mareda is mijn sponsor. Ik zeg ook tegen, hoe moet ik aan mijn kind dat vertellen, ja, weet je wel? Op een Jip en Janneke, zoals hij zegt, uitleggen wat een verslaving is. Weet je, want hij kent verslaving van games. Hè? Hij zegt, papa, ja, die jongen is gameverslaafd. Ja. Daar begint het al mee, met heel jong. Ja. Hoe ze dus snoepverslaving, dat soort dingen. Wat wil ik daarheen met dit verhaal? Want hoe is jouw leven nu met je vader? Nu? Ook mooi om te ja, weten. Ja, zeker. Laten we even... Ja, ja, je ziet het. Ze is 10 keer sterker dan mij. Je ziet wat er met mij gebeurt. Ja, ja. Ja, hoe het nu is. Ja, beter dan ooit. Ja. Ja. Je hebt echt een hele sterke band. Ja. Ja, absoluut. En als er dingen zijn, dan praten we erover. Ja. En we hebben echt een hele goede band nu. En ja, het is gewoon... Alles wat we hebben gemist vroeger samen... Ja. Dat is nu echt mooier dan ik me ooit had kunnen dromen. En we hebben wel heel veel dingen ingehaald. En je bent er nu echt. Ja, echt waar. En ook hoe... Ik ben echt totaal in shock geweest over hoe snel deze man is gegroeid. Ja. Met alles, met de kliniek. De podcast die jullie doen, opeens een eigen bedrijf. Ja. En ook niet zo'n kleine. Ja. En gewoon met alle ontwikkelingen in jouw leven. En je verrast me elke keer weer. En deze keer echt heel erg positief. En daar ben ik heel erg blij en dankbaar om. En ook dat jij dit zo open vertelt. En dat je zoveel andere mensen hiermee helpt. Dat ik daar echt zelf superveel van leer. En dat het mij echt heeft behoed voor problematisch drank- of drugsgebruik. Dat ben je ook mooi, hè? Ja. Weet je, dit was in het begin niet. Toen hij ingebreid, nee, was helemaal niet emotioneel gepraat of over zijn gevoel. Toen was het altijd, als ik dan met hem was, of je was een beetje down. Nou, beetje? Of je was down. Of je was juist heel blij. Ja. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En, en was het juist heel excited. Ja. Of down. Heel down. Ja. 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 En nu is dat niet zo. En als het nu down is, dan is het gewoon... Heeft hij een klote dag. Ja, heeft hij gewoon een klote dag. Ja. En dat hoort erbij. Ja, precies. Dus absoluut. Ja, dat heeft iedereen... Ja. Maar wat ik wil ook... De één ding wil ik ook echt kwijt. Hè. Jij hebt geen idee wat voor kracht jij me hebt gegeven. En de liefde. En dat ik dit heb kunnen doorzetten. En na zo vaak opgestaan en gevallen te zijn. En nog een keer op te staan. En er echt de keuze maken van, weet je,
op dagelijkse basis, hè, want we doen het per 24 uur. Om clean te blijven en mijn verantwoordelijkheid te nemen. Om jou een zo goed mogelijk leven te geven. En dat is echt iets waar ik elke dag voor wakker word en heel erg bewust ben. Dat een doel is in mijn leven om de beste vader te kunnen zijn voor jou. Die ik maar kan zijn. En jij hebt mij geleerd hoe ik mezelf moet vergeven. Zonder jou was ik er niet meer geweest. Was ik er echt niet meer geweest. Dus ik wil je daar echt heel erg voor bedanken. Je hebt het zelf gedaan. Ja, weet ik. Je hebt het echt zelf al. Je hebt naar me geluisterd. Ja, ik heb eindelijk een keer naar iemand geluisterd. Ja. Dus ik hoop dat mensen hier wat aan gaan hebben. Ja, ik hoop het ook. Ik ben echt trots op jullie allebei. Heel erg. Ja, echt waar. 15 jaar zo wijs al. Ja, hey, ja. Even, ik wilde afsluiten met leuke dingen. Ja. Nu, hoe is het nu? Maar... Ja, het is begrijpelijk, tuurlijk. Weet je, het is zo emotioneel. Ik bedoel, ja het is je vlees en bloed wat daar zit. En kijk hoe mooi. Je bent niet alleen maar de dochter van iemand in herstel en die een ding hebt. Je eigen carrière, weet je wel. Hoe kom je erbij? Want ik zag je staan daar bij Ronnie Flex. Heel zelfverzekerd. Heel zelfverzekerd was je daar, weet je wel. Dat is niet iemand die verlegen een dansje en een rap doet. Je stond daar en toen dacht ik ook, je gaat dat vak in. Maar je gaat een heel andere richting in. Ja. Want je bent ook met duurzaamheid bezig. Ja, dat is wat ik eerst heb gedaan. Ja. Toen was ik helemaal into de muziek en de rap. En daar heb ik toen een beetje mee geëxperimenteerd en echt wat toffe dingen gedaan. Ja. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar nu heb ik eigenlijk een hele switch gemaakt. Ik heb toen ik 12 was, toen kwam ik erachter hoe de kledingindustrie in elkaar zit. Toen je 12 was? Toen ik, ja, volgens mij knikkerde ik nog toen ik 12 was. Ik weet het niet, man. Toen ik 12 was, wilde ik een eigen modemerk starten. Ja. Ja, ik vertel het eigenlijk andersom. Toen ik 12 was, wilde ik een eigen modemerk starten. En dat wilde ik eigenlijk al heel erg lang. En ik dacht, waarom niet om mijn 12e? Het is wel iets speciaals als je jong bent. Dus dan kan het ook sneller een succes worden. Ja. En toen ben ik me eigenlijk gaan informeren over de kledingindustrie. En ben ik onderzoek gaan doen. En toen kwam ik er dus achter. Want ik was super ontweten. Ik was echt een shopaholic. Echt, ik hou ook heel erg van kleding. Maar wel als het op een eerlijke manier is gemaakt. En toen kwam ik echt achter de meest chockerende dingen. Okay. Want ik wist totaal niet hoe mijn kleding werd gemaakt. Nee. En toen heb ik een film gekeken. The True Cost. En toen zag ik gewoon die kleine kindjes in een hoekje in Bangladesh mijn t-shirtje lopen te naaien en lopen te bleken in chemicaliën in kokend heet water met hun armpjes. En ik spreek niet alleen over kinderen, ik heb het ook gewoon over volwassenen. Ja. En dat vind ik ook net zo erg, want die mensen die hebben gewoon geen leven. Doordat wij maar de meest goedkope kleding willen. En niet alleen goedkoop, want er zijn eigenlijk ook alle dure merken is fast fashion, zo noem je dat. Ja. Kleding die op een oneerlijke manier wordt gemaakt, waar chemicaliën in zitten, wat vervuilend is voor mensen die er milieu. En wat ook slecht is voor jezelf ook nog is. Omdat je gewoon continu chemicaliën op je huid hebt. En het raakt mij altijd heel erg als er iets is met mens of dieren. En toen dacht ik, dan ga ik het anders doen. En toen ben ik gaan kijken naar duurzame modemerken voor tieners. Toen was ik nog echt een tiener. Ik noem mezelf nu niet echt een tiener. Nee. Maar ik noem het nu gewoon Gen Z. Ja, ik noem het nu Gen Z, want dat is eigenlijk de leeftijd van 11 tot en met 23. Dat is Gen Z? Ja, Gen Z, generatie Z. En daar ben ik dus toen gaan kijken of er duurzame modewerken daarvoor waren, voor die leeftijdscategorie. Ja. En het was er niet. Het was alleen maar saaie, basic kleding, zwarte t-shirtjes of whatever. En dat wil ik niet. Ik hou echt van glitter en glamour en van over de top. En dan dacht ik, dan ga ik het gewoon zelf doen. En toen heb ik Diva Power opgezet. Ja. En Diva staat niet voor het verwaande prinsessengedrag, maar juist voor in je kracht staan als vrouw en alles kunnen bereiken als je er maar in gelooft. En dat heb ik toen in oktober 2020 gelanceerd, de eerste collectie. En nu zijn we eigenlijk alleen maar aan het uitbreiden en heb ik over minder dan een maand mijn eigen TED Talk. Wacht. TED Talk. Bij de TED Talk. Gewoon de wereldberoemde TED Talk. Bij de TED Talk. Waar ga jij? Ja.
En hoeveel abonnees hebben hun? 31 miljoen. Oké, nou we hebben er iets minder, maar ja. Wij komen toch wel in de buurt, hè, jongens. Check dat straks maar uit. Het gaat goed met wat kan erna gebeuren. Ja. En dan ga je een presentatie nog? Ja, in het Engels. In het Engels ja, ook en nog. Ik heb volgende week mijn eindexamen, dus dat wordt nog eventjes goed plannen. Wow. En in september dan ga ik naar Milaan toe. En we zijn heel erg bezig met het internationaliseren en een investeerder te zoeken. Want ik heb nu al mijn spaargeld van mijn oma ingezet, wat zij voor me had gespaard. Ja. Naar de eerste collectie mee gefinancierd, omdat ik gewoon iets concreets wilde hebben. En het uit eigen kracht zonder al te veel geld naamsbekendheid wilde geven. Dus daar ben ik nu heel druk mee bezig. En ja, om het meer naamsbekendheid te geven. En om iedereen kennis te laten maken met wat Diva Power is. En dat je ook duurzame glamorous kleding kan hebben. En dat ik dus tieners wil inspireren, motiveren en informeren over de kledingindustrie. En ja, dat is mijn doel en daar wil ik, dat is mijn missie, daar wil ik verder mee en het zo groot mogelijk uitbreiden. Ja. Ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen, dus voor de mensen die nu luisteren en de investeerders die denken, nou, hier zou ik wel mee verder willen. Hier beneden komt een linkje, daar kun je op drukken. En daar staat alle informatie naar haar website. En ik zou zeggen, ja, dit is de toekomst. Dit is de toekomst, dit is ook letterlijk de toekomst. ik vond het een heel bijzonder inspirerend gesprek. Heel leerzaam om het gewoon uit jouw mond te horen. Je bent een geweldige jonge dame. Je inspireert. En misschien niet alleen met je kleding, maar ook andere kinderen of ouders. Ik zie Reda die je hand vasthoudt en nooit meer loslaat. Nee, dat zou ik ook nooit doen. Dus ik wil je ontzettend bedanken. Dat je dit toch aandurft om hierover te praten. Samen met je vader daarbij. Ik vond het een hele mooie dank jullie aflevering. Wel. Niks te danken, wij deden het graag. Het is echt te gek Reden wat ook jullie bedankt. Ook hebben opgebouwd hoor. Daar mag ook wel even een momentje voor. Ja, laten we er een momentje voor pakken. Ja, ik en Reden hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, wij doen dit graag. Maar wij kunnen dit niet alleen. Nee. Wij hebben mensen zoals jou nodig. Die ons vertellen wat we deden, wat we aan het doen waren. Maar ook mensen die in ons geloofden en van ons houden en ons de kracht geven. Weet je wel. En dat is wat maakt dat iemand op een dag, weet je wel, denkt van, oké, nou ben ik er klaar mee. Zeg maar wat ik moet doen. Ja, jij vertelde hem wat hij moest doen, want zijn hoofd vertelde de hele tijd wat hij moest doen. Mijn hoofd ook, maar dat was niet goed. Ja. Dus luister naar wat een ander je te vertellen heeft. Ja. En werk eraan en dan komt het inshallah goed. Zeg ja, ik ben echt heel erg trots op je en heel erg moedig van je dat je dit gedaan hebt. Dank je. ik bewonder je. Ik bewonder je doorzettingsvermogen. Ik jou ook. Ja, dat heb je van iemand natuurlijk. Natuurlijk. Maar, ja. Nee, maar weet je, ik ben heel erg trots op je. Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt. Ik hoop dat mensen hier wat aan gaan hebben. De luisteraars en de kijkers. Er is echt hoop. Ik zelf dacht dat het niet goed zou komen. Maar uiteindelijk is het gewoon goed gekomen doordat ik mijn verantwoordelijkheid ben gaan nemen. En beetje bij beetje ook de ruimte heb gegeven om mijn kind. Hè? Want dat was voor mij heel belangrijk om mijn kind ook de ruimte te geven om haar herstel te pakken. En gewoon vertrouwen hebben in iets wat groter is dan mij. Als ik het juiste doe, dat het gewoon goed komt. En gelukkig is het bij mij goed gekomen. En daar wil ik jou heel erg voor bedanken. Ik hou van je. Ik ook van jou. Dankjewel. Hele Top. Mooie woorden. Ja, laten we dit maar gewoon afsluiten. Ja. Voor de rest, als iemand zegt ik hou van je. Ja, wat moet je dan nog meer zeggen? Bedankt voor het kijken allemaal, voor het luisteren. Volg ons via de linkjes hier beneden. Volg Alia. Heb je ook Instagram? Tuurlijk. Noem hem even. Instagram. Alia Salé DP en Diva Power DP. En Alia spel je als A-A-L-I-Y-A-H. Precies. En als je niet weet wat ze heeft gezegd, spoel je het even terug. Hoor je het nog een keer. Of je kijkt gewoon beneden. Precies. Hier of daar. Ik weet het niet. Reda, bedankt. Ontzettend bedankt. Dank je. Dit was Wat kan er nou gebeuren? En wij zijn er de volgende keer weer.